Is persoonlijker? Maar het zijn allemaal wel persoonlijk. Nee, begrijp maar. Ik bedoel, sommige, je had je zei, sommige ben ik te uitvoeren, ja. Sommige raakt het me. Ja. Sommige, bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, die tekst, dat is niet via een personage, maar het gaat echt over mij. Of is dat geen enkele... Ja, out of my hands misschien, out of my hands. Had ik gehoopt. Ja? Volgens mij wel, even kijken. Out of my hands. Ja, kijk. Hey. Ik heb hier, je mag het zien, ik heb hier bijgezet. Wat woord staat hier? Wie. Wie. Dus dan zal ik het voorlezen. I made the call just too late at the end of May. I just thought I could wait for one more day. In the time that passed, you went down so fast. Wie is you? Ja, dat is een heel specifiek verhaal. Dus ik in vorig jaar, april, mei, kreeg ik... was op het moment dat You Don't Know echt begon te lopen, waar ik ineens radio dingen en promo en optredens... En ik kreeg een mail van een meisje die wiens vriendin in het ziekenhuis was opgenomen, maar een paar weken ervoor met leukemie. En die vriendin van haar was blijkbaar een heel grote fan. Die had zelfs 2 keer de Bigger Picture gekocht, omdat dat grijs gedraaid was of zo. En haar specifieke vraag naar mij toe was of ik niet zou zitten om eens langs te gaan, als verrassing, met die vriendin bezoeken en eventueel mijn gitaar meepakken om haar op te vrolijken. Want ik denk dat haar vrienden zo wat onder elkaar van hoe kunnen we haar verrassen en haar afleiden van de chemo en al de gedoe. En ja, ik begon veel mails te krijgen, want ik was altijd eigenlijk heel bereikbaar. Mijn e-mail stond op dingen. En die mails sprongen uiteraard tussenuit. En ik heb daar... Dat maakte wel indruk op mij en ik wilde dat absoluut doen. Maar door omstandigheden en door de drukte is het pas 10 dagen later dat ik een mail stuur. En zeg van, kijk, de komende dagen heb ik tijd. En ik heb veel over die mail, die is mij bijgebleven. En ik wil graag langsgaan en haar verrassen. En toen kreeg ik een mail terug van dat ik te laat was, dat ze de dag ervoor gestorven was. En natuurlijk, ik had daar niks aan kunnen veranderen. Dus dat is blijkbaar heel snel gegaan tussen diagnose en tussen overlijden van dat meisje. En, maar natuurlijk zat ik met een schuldgevoel van, dat was niet zo belangrijk, die dingen, die drukte dat ik had. En daar had ik, dan kwam ik eens in een positie dat ik een verschil kon maken. Niet echt een verschil, maar wel... een wezenlijke inbreng. En dan was ik, ja, dan kon ik me wel zelf wel voor het hoofd slaan. En dan was er gewoon een universiteit. Net te laat komen, dat is iets wat heel veel mensen. Dat zijn op veel contexten. En daar gaat die song over net te laat komen en over afscheid nemen. En ik moet en zeggen dat keuzes maken. Ja, en in de nasleep van, dus in de weken daarna, heb ik via e-mail. Die mensen hebben mij, met de vader heeft mij gemaild, de zus. En dat was eigenlijk, ja, dat was wel heel ontroerend, want die muziek heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij die laatste weken, ook die laatste dagen. Dus dat was een heel aangrijpend verhaal. En ik heb heel die familie ook uitgenodigd op de CD-voorstelling. Ja, die zitten natuurlijk met een geweldig verlies. En ja, dat is het verhaal van die song. Wat vonden zij van die song? Ik heb die redelijk snel, al in een moment dat die direct opgenomen was, in de zomer al naar hun gestuurd. En zij zeggen dat ze daar heel veel aan gehad hebben. Maar dat was niet. Die song is niet de bedoeling om mijn geweten te sussen. Dat is helemaal niet. Dat is gewoon. Ik neem een concrete aanleiding aan om iets breder mee te vertellen. En. Het is niet om je geweten te sussen, natuurlijk niet. Maar ik denk maar dat het wel fijn was om op een gegeven moment, doordat je op een gegeven moment die keuze niet gemaakt had, door drukte, dat je uiteindelijk toch fijn dat je toch wel iets hebt kunnen doen voor die familie. Ja, tuurlijk, absoluut.